heel veel bakken uit. Dus vandaar dat ik dan vandaag op de trekker zit, kan ik het ook mooi leren. De boer waar ik stage loop is in 1999 samen met zijn vrouw hierheen verhuisd. Dus zij boeren al 25 jaar in Canada. Inmiddels hebben zij ook 4 kinderen, die zijn allemaal van mijn leeftijd. Dus dat is ook wel leuk. Het is dus nog steeds eerste generatie. Ze hebben hier ook werknemers. 2 Nederlandse jongens, ook van mijn leeftijd. Ja, dus dat is ook wel leuk. Dan heb je ook een beetje aanspraak. En ja, die lopen hier ook de hele dag. En aangezien ze ook al het landwerk zelf doen, of in ieder geval het meeste, is het ook fijn als je gewoon wat personeel hebt, zodat je mensen bij de koeien kunt laten, mensen op het land, mensen bij Henk eventueel. Want die heeft dus een eigen boerderij, zeg maar de tweede boerderij, een half uurtje verderop. Die heeft robots. Dan hebben ze ook nog 2 Canadese jongens die hier lopen. En nu lopen er best wel veel en is het best wel druk, ook met melkers, want die hebben ze ook best wel veel. Maar het is nu nog vakantie hier. Dus vandaar dat ze heel veel werknemers hebben die graag in de vakantie wat willen bijverdienen. Dus vanaf september gaan die weer naar school. Dan zal dat wel wat anders worden. Nou, het gezin is ja, super aardig en ze nemen me overal mee naartoe. Die kinderen ook. Ieder weekend gaan we wel ergens heen. Of de werknemers, die nemen we ook mee. Dus ja, ik heb het echt wel naar mijn zin en het is fijn dat ik gewoon Nederlands met ze kan praten. Dat ze, ja, als ik bepaalde dingen niet de vertaling van weet, kunnen ze me helpen. Dus dat is wel heel erg leuk. Dus ik heb, ja, ik heb het wel naar mijn zin hier, zeg maar. We zijn nu de kalfjes aan het uitmesten in de schuur. En de mest wordt dan in deze dumper gereden. Zodat ik het kan wegbrengen naar de mestplaats. Omdat iedere keer op en neer rijden met de shovel is gewoon super zonde eigenlijk van de tijd. Omdat dat, ja, dat is wel, ja, dat is niet ver rijden, maar als je iedere keer met 1 bak op en neer moet, dan komen echt heel veel bakken uit. Dus vandaar dat ik dan vandaag op de trekker zit, kan ik het ook mooi leren. Hier op de boerderij hebben ze 500 stuks jongvee ongeveer. En je kan er zoveel hebben omdat hier geen fosfaatrechten zijn. Dus je hoeft hier niet te... Kort even geknuffeld. Dus je hoeft, je kan hier gewoon zoveel jongvee houden en opfokken als je wil. Ik heb in Nederland wel mijn trekkerrijbewijs gehaald. Maar ja, verder rijd ik nooit echt op de trekker of met machines, zeg maar. Dus ik weet nooit zo goed hoe al die knopjes werken en het zijn er een hoop. Dus dit is wel een goede om gewoon op het bedrijf hier te oefenen. En dan kan ik gewoon hier leren op het eigen erf van welke knopjes kan ik gebruiken. Dat soort dingen. Dus dat is wel leuk dat ze me die kans ook geven, zeg maar. Want dat zijn echt dingen die echt heel nieuw zijn voor mij. Dus, maar het gaat eigenlijk heel goed en ik vind het ook super leuk om te doen.